bijzondere manier van watersport in ieder geval. Er wordt een ponton klaargemaakt om vanaf het strand te werken. En dat moet worden gesondeerd met van die enorme palen. En die zie je dus, die moeten dus hier het water in komen. En deze meneer die wacht op zijn collega's. En ja, dan moet eventjes het fietspad wijken. Ik kon normaal gesproken, of met een redelijke vaart kom ik hier zo langs. En er staan er van dit soort jongens opgesteld. Echt wel interessant. Het is, we zitten hier aan de Veenkade en de Noordwal. En daar wordt ook de kaderwand vernieuwd. Het is wel goed dat het gedaan wordt.